Hoi mensen, welkom terug weer een nieuwe video. Ik ben Marijn, achter de camera staat Luc en vandaag is het een speciale dag, want het is namelijk ondermijningsdag. Dat betekent dat alles hier in het teken van ondermijning staat. En ben je nou benieuwd, wat is ondermijning? Nou, dat gaan we dus leren in deze video, dus laten we maar snel gaan kijken. Nou, je gaat eigenlijk de escape room in. Hoe heb je jezelf hier een beetje voorbereid? Nou, echt voorbereiden kan natuurlijk niet, maar als burgemeester moet je uiteraard weten wat ondermijning betekent, wat drugs, wat het doet met mensen. Dus iedere dag zijn we hiermee bezig. Ik heb geen boekje gekregen met vragen en antwoorden, dus in die zin niet voorbereid, maar ik hoop toch al wel heel veel te weten. Precies, want kan jij een beetje uitleggen wat ondermijning nou precies is? Nou ja, ondermijning is een moeilijk woord eigenlijk, maar het komt erop neer dat de onderwereld en de bovenwereld, dus zeg maar de boeven, en de mensen zoals wij hier in Veldhoven leven, met elkaar elkaars werelden raken. En dat noemen we dan ondermijning. En vandaag gaan we leren hoe dat, althans dat hoop ik dan, hoe we dat herkennen, hoe we dat kunnen herkennen. Want het komt vaker voor dan je denkt, maar het is best het is goed om te weten wat je dan moet doen. Nou precies, ik ben er heel benieuwd naar. We gaan vandaag alles over leren, maar we gaan eerst even de escape room doen. Ik ben benieuwd, we gaan lekker mee. Oké, mensen, we staan in de escape room. Je ziet al overal rook, want er staat hier ook een tikkende tijdbom. En die moet opgelost worden, anders hebben we een groot probleem. Dus iedereen is nou druk aan het werk om zoveel mogelijk hints en dingen te verzamelen, zodat we die bom kunnen ontmantelen. We gaan kijken. We hebben nog 10 minuten. We hebben nog 10 minuten, jongens. Het moet snel zijn. Ja, kijk! Het eerste luik is open, jongens. Ik heb een hint. Kluisje 0050 open. Kluisje 0050, dankjewel. Kijk, hé. Hatsa, we hebben hem. Nou mensen, we hebben een map gevonden in de koelkast. En daar staat dus een code in. En die moet dus gekraakt worden. En dan zijn we weer een stapje dichterbij. Het oplossen van de bom. Dus ik ga er even uitbesteden, jongens, want ik ben niet goed in sommen oplossen. Maar goed, hier hebben we een goed team, dus dat gaat wel goed komen. We hebben hem! Yes! Hoppa! We zijn vrij, jongens! We leven! Oké, het is opgelost. Ja, gelukkig. Hoe ging het? Ja, eigenlijk, het is natuurlijk een beetje lastig omdat je de mensen niet kent. Maar we hadden, binnen 10 minuten hadden we de puzzel gelegd, letterlijk en figuurlijk. Precies, we hadden meer dan 5 minuten over, dus op zich is het wel goed gegaan. Het ging hartstikke goed en heel veel enthousiasme, met name bij de jeugd. Het ruikt wel een beetje, er stond rook binnen, dat hebben jullie kunnen zien. Maar in een hele snelle tijd opgelost. Nou top, we zijn in ieder geval weer vrij, dus daar gaan we van genieten. Yes mensen, ik ben hier bezig met een enquête over ondermijning. Elke goed antwoord is een punt, dus ik ga proberen zoveel mogelijk punten te halen. Plus ik leer natuurlijk nou alles bij over ondermijning. Dus laten we beginnen. Nou, ik sta hier met de burgemeester en John Warmerdam van Bureau Drugszaken. En wij gaan nou ruiken hoe je nou bepaalde drugs kan herkennen eigenlijk. Ja, je hebt synthetische drugslabs en dan heb je dit lab is zeg maar wat je normaal kent als ecstasy lab. En de grondstof is dan de PMK en die heb ik hier eigenlijk bij me. En dan kun je eens ruiken zeg maar, dat het een beetje een anijsachtige geur heeft. Het is wel een chemisch anijs, het is een heel zacht geurtje, maar ik laat het onder andere even ruiken. Nou, ik ben benieuwd. Oké, dit is niet heel erg. Nee, het is heel zacht. Wat we daarnaast natuurlijk nog veel zien is dat ze bijvoorbeeld het neerzetten naast iets wat heel erg geurt. Dus in Nijmuiden bijvoorbeeld zetten ze naast een zalmrokerij neer. Nou, dan heb je 24 uur verse visgeur eroverheen. Ja, dan ga je dit soort dingen niet meer ruiken. Dus als je in je gemeente een bepaalde plek hebt die heel stevig geurt, dan zou dat voor criminelen een aanlokkelijke plek zijn om in die buurt te gaan zitten. En wat gaan we nu ruiken? Ja, ik heb nu nog de grondstof van de BMK. Dat kennen wij als amfetamine. En amfetamine heet in de volksmond speed. Die ruikt iets pittiger dan die van net. Dus ik zeg altijd voorzichtiger ruiken nu eventjes. Dat is belangrijk. Ja. Oh. Beetje wegen. Oh ja. Zo, die ruikt niet. Dit is niet lekker. Dit is niet heel lekker, nee. Maar sommigen beschrijven dit als amandelachtig, maar dan is het wel die chemische amandelachtige. Dat is daarop reageer je ook zoals je nu. Ik rook inderdaad wel die amandel. Ja, een beetje wegige amandel inderdaad. Ja. Een beetje bedorven amandel misschien wel, dat weet ik niet. Maar het is wel een hele herkenbare geur. Maar ook niet lekker, nee. Maar ook hiervoor geldt natuurlijk, ook dit zullen ze vaak produceren in de omgeving van andere geur. Actieve bedrijven. Ja, ze proberen natuurlijk altijd hun geuren te verhullen. Dat kan zijn van extern, dus vanaf andere bedrijven. Maar het kan ook zijn dat ze het intern doen. Dus bijvoorbeeld een koolstoffilter. En dat ze misschien zelf een andere geur brengen naar buiten toe. Heel veel wasmiddelengeur bijvoorbeeld zou ook een bekende geur kunnen zijn dat ze proberen te verhullen. Nou, sta je nou binnen en dan staan hier van allerlei dingen, zelfs magnetrons. En dat zou niet voor een sausijzenbroodje zijn. Waarvoor is dit? Nou, dit is een cocaïnewasserij en wat we zien is dat uit de bronlanden vandaan, bijvoorbeeld uit Colombia, Peru en Bolivia, daar wordt de cocaïne gewonnen. Dat wordt dan ingewassen. Dat gaat bijvoorbeeld in kunststofkorrels, in t-shirts of in spijkerbroeken. En dat wordt dan, erin gewassen en in Nederland wordt het dan uitgewassen. Daar zien we dat in zo'n bijvoorbeeld cementkuip gaan met heel veel water en oplosmiddelen. Bijvoorbeeld aceton, ethanol of methanol. Nou, een sterke acetongeur zou bijvoorbeeld weer kunnen opvallen. Daarna hebben ze de vloeistof en dan winnen ze uiteindelijk die cocaïne terug en die cocaïne is nat. En die natte kook die wordt dan gedroogd door het bijvoorbeeld in een kussensloop te doen en dan met een hele goede knoop gaat het in die oude centrifuges. En dan slaan ze eigenlijk het vocht eruit. Nou kunnen ze nog sneller drogen en dan gebruiken ze magnetrons. En bij ons zie je op een kleine ruimte, in dit geval 3 magnetrons, maar er kunnen er ook 4 of 6 zouden dat bijvoorbeeld kunnen zijn. En als we dat als signalen zien dat het naar binnen gebracht wordt, de magnetrons of bijvoorbeeld de centrifuges, ja, dat zijn belangrijke signalen voor ons om dat weer te laten melden. Nou, zo simpel kan het zijn mensen, dan zie je buurman daar met 14 magnetrons te binnen lopen, dan kun je toch gaan afvragen, wat is die aan het doen? Ja, als dat niet logisch is voor het bedrijf wat hij heeft, dan absoluut. Ja. Oké mensen, er staan hier een paar mensen achter mij. Een beetje verdacht. Ga eens even kijken wat er precies aan de hand is. Heren, wat zijn we aan het doen? We zijn even een deeltje aan het sluiten. Ja, even kijken of we nog iets kunnen verkopen. Wil je ook wel kopen? Wat verkopen jullie? Het gaat over drugs toch? Dus daarom zijn wij hier. Ja. Kijk, Wil jij hebben we gewoon lekkere pilletjes. Wat heb je allemaal, maat? Zeg maar. Pillen, cocaïne. Wil jij alles. Doe je een pakket voor thuis voor vanavond voor iedereen? Of wil je alleen nou om te proberen? Nee, maar een gezellig partypakket jongens. Goed. Oh, kan ik hem wisselen? Ja, nee, ik stuur mijn tikkie. Dan komt niet, niet tegen de... Nee, zo zeggen. Nee, is goed. Hey, jongens, rustig. Rustig. Oké, mensen, we staan midden in de actie. Er staan hier wat drugsvaten achter mij met een busje. En nu is de brandweer net aangekomen om te kijken wat er precies aan de hand is en hoe ze het kunnen oplossen. Ik ben benieuwd, ik ga even snel uit de weg. Yes mensen, ik zit in de opengeknipte auto van de show, want de ondermijningsdag is alweer afgelopen. Ik vond het een super interessante dag. Heel veel bijgeleerd van ondermijning. Vond jij nou ook een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hoi hoi!